28 maart ging de tentoonstelling Breedbeeld door in het Museum M in Leuven. Breedbeeld is een project waar jongeren uit de Leuvense Ridderbuurt de kans krijgen om samen te werken met een kunstenaar. Het was eigenlijk de bedoeling om hun wat grensoverschrijdend kennis te laten maken met de wereld waar dat zij misschien minder gemakkelijk zelf mee in contact zouden komen, namelijk kunst, het museum. En dat eigenlijk door een aantal kunstenaars met hun te laten samenwerken rond een aantal concrete projecten. Deze jongeren werden niet zomaar gekozen. Het is de bedoeling dat ze sterker uit dit project komen, met nieuwe interesses die ze anders niet zouden kunnen ontdekken. Dat zijn jongeren vaak die misschien nog niet zo heel lang in België zijn, die ook iets kwetsbaarder staan in de maatschappij. En we hebben ervoor gekozen om met hen samen te werken, om hen sterker te laten staan in de stad, om hen een stem te geven ook, en om hen kennis te laten maken met artistieke werkveld eigenlijk. Om dingen te doen die ze nog nooit gedaan hadden, zoals naar een museum gaan, zoals kunst maken, zoals samenwerken met elkaar. Onder het waakzaam oog van de kunstenaars willen de jongeren de stad veroveren met hun werken. Ik denk dat het er uiteindelijk hebben we geprobeerd om met 3 elementen te werken. Lucht, water en de stad zelf, de ruimte veroveren. Dat is een beetje een uitgangspunt geweest, we hebben er heel vrij mee omgesprongen. Maar wat er vooral gebeurt is dat er werkjes zijn gemaakt die daar op een bepaalde manier aan gerelateerd zijn. We hebben eerst dingen gemaakt. Onze robot die in het water kan varen met zonnepanelen. Robots dus. De jongeren lieten zich inspireren door het atelier van Ief Spincemaille. Daaruit kwamen de gekste mechanische uitvindingen. Na de eerste workshop waren ze heel gefascineerd door robotten. Ik had heel veel motoren in mijn atelier en elektronische toestanden. En zij hebben toen met de dozen, curverdozen, zelf een soort van robot proberen te maken. En dat is zo'n beetje blijven nazinderen en we hebben dat eigenlijk meegepakt en eigenlijk materiaal voorzien waar dat zij eenvoudig mee aan de slag konden gaan. Voor de jongeren was het een volledig nieuwe ervaring. Ze hebben zich in ieder geval rot geamuseerd met de creatie van hun robot. Het kunst met Yves was het eigenlijk wat het tofste dat we vonden. Een foto trekken ook. Toen we aan het worstelen waren met zo'n robotmaskers. Zo. Dat vond ik het leukst. De verovering van het Museum M is al vastgeslaagd. De volgende stap is de verovering van Leuven. Deze tentoonstelling komt ook nog een staartje. Bijvoorbeeld de boot gaan we ook nog binnenkort ter water laten. Dus nu veroveren we eerder de antichambre van Museum M. Maar binnen enkele weken zal de stad volledig veroverd zijn.